Kampioen Claude Criquelion, Johan Bruineel, Johan Museeuw, Sammy Moreels, Jos Haaks en Peter de Klerk. Voort bestaat de preselectie uit Luc Rozen, Jan Neves en Herman Frison van Histor, Michel Dernies en Patrick Robeet van Weinman, Rudy Danes en Dirk de Wolf van PDM, Erik van Lanker en Guy Nules van Panasonic, Edwig van Hooydonk van Buckler, Nico Emons van Theka en Jim van der Laar van de Tullyploeg. Na het kampioenschap van Zurich verdwijnen 6 namen uit de preselectie. Voor een definitieve selectie was het vandaag eigenlijk nog te vroeg. Ja, het was te vroeg omdat we verleden jaar ook gezien hebben, als je te vroeg een selectie doet, dat er jongens dus minder conditie hebben, misschien een goede conditie in het begin van het jaar, maar dan voor het wereldkampioenschap er niet meer zijn en daarmee willen afwachten. Er zijn nog 3 proeven voor de wereldbeker per jaar dus en dat zullen we afwachten en ook de ronde van België om dan nog een definitieve selectie te doen. Ja, 6 namen vallen weg. Die renders moeten daarin goede uitslagen halen of waarop ga je afgaan? Ja, je hebt natuurlijk jongens die al zekerheid hebben van hun selectie. Maar dan heb je jongens die de Tour niet meegedaan hebben. Dus zoals bijvoorbeeld Sammy Moreel bijvoorbeeld, die toch een beenbreuk gehad heeft. En die jongen moet toch prestatie zichzelf laten tonen in die koersen van de wereldbeker. De amateurselectie voor het WK op de weg heeft wel al vaste vorm. Ze bestaat uit Danny Allaerts, Serge Bagge, Mario de Klerk, Peter Farazijn, Wilfried Nelissen en Bart Leijzen.